nummer ga je opnemen? Sirenes in de lucht. Oké. Okay. Welk nummer ga jij opnemen, Joost? Love is in the air. Ik weet nog dat ik in het begin vond dat helemaal geen mooi nummer. Want toen we het voor de allereerste keer gewoon maakten, toen was het één bak herrie toen we bij de refrein kwamen. Ja, klopt. Dit is wel een nummer die we al heel lang achter de hand hebben ofzo. Ja. Zeg maar, het schrijfproces wel heel lang geleden begonnen. Ja. Ik vond de complete wel chill, maar dan de refrein was gewoon... dan hoorde ik mezelf gewoon niet meer. Maar uiteindelijk hebben we voor mij allemaal wat veranderd of zo. We hebben allemaal iets net wat minder aanslaan. En voor mij heb je ook, deed je in het begin ook veel meer bekken. Ja, vooral de drummers in het begin echt heel erg goed speelden. Ja, dat klopt. Ja. Dat hebben we wel, dat is wel wat teruggeschroefd allemaal. Ik had wel bij de eindsolo, had ik al precies in mijn hoofd, maar ik kreeg hem nog niet op gitaar. Maar ik heb de eindsolo eigenlijk gemaakt met een stem in mijn hoofd. Dus je hoort dan... Maar ik had constant in mijn hoofd dat drie stuk of drie mensen la 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 een beetje zo feestachtig gingen zingen. Dus dat had ik de hele tijd in mijn hoofd. Maar dat heb ik gelukkig niet gedaan, dat was ook niet mijn bedoeling. Maar... Ja, dat duurde wel lang volgens mij, voordat het solo een beetje... Ja, wel. Ja, het is ook eigenlijk, de solo is niet heel erg Smoking Alaska achter. Maar ik vond wel dat het hoorde erbij ofzo. Ik hoorde het constant in mijn hoofd, zo'n soort solo. Ja. De hele tijd oplopend en dan weer nog twee vakjes verder. Ja. Het was al een baslijn die al heel lang erbij was liggen ofzo. En nooit deden we er iets mee of zo. Wij met z'n tweeën wel, maar we hebben nooit echt in de band gegooid. Ja. Maar uiteindelijk hebben we echt na een paar maanden volgens mij passen. Zijn zo wiskunde. Ja. Ja, ik kan het wel voordoen. Nou, laat eens even staat toevallig een gitaar. Voor de kijkers thuis. Ik weet niet wat hij hier doet. Toevallig. Want eigenlijk is het gewoon een toonladdertje. En ik vond het een beetje te... toonladderig. Ja, een beetje te toonladderig om het echt serieus te nemen als gitaarpartij. Maar iemand zei toen een keer dat het een beetje op een waterval leek. En toen ben ik het wel wat meer gaan waarderen. Ik heb dan nog een heel kort filmpje van op Instagram, dat we die... Samen spelen. Ja, dat we die bij jou thuis, waar we, zien, waar we die voor de eerste keer aan het spelen toen. Slaapkamer toen. Ja, dat klinkt heel anders. Bakken met chorus over. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon... Zoiets. Samen lopen pielen in principe. Dan kwam het al gelijk uit. Niks boven lekker samen pielen in jouw slaapkamer. Het heeft wel echt de smoking formule, zeg maar. Dat heel erg rustig. En dat je dan in één keer gewoon rustig compleet en dan bouwen we op en dan kaart of vrij en dan weer terug. Weet je wel, dat is natuurlijk ik weet niet, ik vind het heel erg eerst EP-achtig. Ja, wat wel fijn is om een soort van terug te horen in een nieuwe EP. Voor mij is het enige nummer die we hebben waar ik in het hele nummer geen distortion gebruik. Zit ik nou over na te denken. Nou, vind je het fijn? Dat is wel goed. Die clip hebben we zelf helemaal gemaakt. Een clip hebben we hier 10 meter vandaan gemaakt. Hier op zolder, met het in de hoofdrol het neefje van onze drummer Wiebe. En op een budget van 0 euro. Gewoon heel low budget. Ja, het was die set die hebben we gewoon diverse. Een middag hebben we gewoon daar op de zon gezeten en gewoon met alle lekkere dozen zitten beplakken met zilverfolie. Super leuk. Want je denkt, de illusie is dat een kind het dan gedaan heeft, maar het is echt gewoon kinderarbeid. Dus, want we hebben het echt gewoon uren over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. We hebben er niks voor gekregen. Nee. Oh, jij hebt het niet betaald? Nee. Oh. Bij het nummer hebben we in de studio best wel veel toegevoegd. Dat was ook een beetje onze intenties. We hadden precies van, dit is een nummer waar we wel echt wel extra kleine dingen kunnen toevoegen. Dat hebben we ook gedaan.
Ja. Bijvoorbeeld Xylophone. Xylophone heb ik echt gespeeld. Ik vind het leuk dat de Xylophone terug is van weg geweest, want onze eerste EP en zo, toen hadden we de Xylophone en het is gewoon een beetje zo'n dingetje geworden of zo. En we hadden het niet meer gebruikt. En dan... Niet echt het eerste erg, maar toch gewoon zo'n lekker thuiskomen of zo. Ik vind het uiteindelijk gewoon een super zomers nummer. Het is een soort echt een liefdesliedje. En ik vind het leuk om wel een keertje echt een liefdeslied te hebben. Dus zo, ja. Ja? En cut! Goed gedaan. Ja! Goed gedaan. Naast mij zit Thijs Giebelen, gitarist van de band Smoking Alaska. Sommigen noemen hem ook wel een guitar god. Thijs, hoe gaat het? Goed. We zijn nu voor de derde dag aan het opnemen. Hoe gaat het tot dusver? Ja, goed. We hadden het nummer ook al wel helemaal af voordat we hem op gingen nemen. Vaak hebben we nog bij nummers dat we tijdens het opnemen nog dingen veranderen. En dat hebben we hier helemaal niet gehad. Nee, deze hadden we echt goed in gerepeteerd. Zeg maar, dat de studio alleen maar opnemen was. Ja, inderdaad. Komt op deze plaat ook nog ruimte voor een drum solo misschien? Voor het eerst? Het is wel een beetje amazing, weet je, want melodietjes zeg maar, blijven hangen bij mensen. We hebben sowieso niet heel veel nummers waar we met z'n allen samen iets, een lijntje zingen. Of met z'n drieën. Met z'n allen, ja. Sorry. Ik zing niet.